De Wegenautoriteit Suriname heeft vandaag 10 jubilarissen gehuldigd. Het gaat om werknemers die hun 10- en 15-jarig jubileum herdenken. De Wegenautoriteit Suriname is hoofdzakelijk belast met het onderhoud en beheer van primaire wegen en daarin voorkomende vaste oeververbindingen. De Wegenautoriteit is op 1 april 1998 officieel opgericht. De organisatie ging echter pas in juli 2001 van start met het recruteren van werknemers voor de daadwerkelijke uitvoering van haar taken. Volgens directeur Geo Noorden kon de huldiging doorgaan, ondanks de overheid geen huldigingen organiseert. Het gaat in deze namelijk om een kleine groep personen. Voor het komend jaar heeft de instantie grote plannen, kondigt Noorden aan. De wegen worden aangepakt. Op de rijgedeelte verder worden de bermen zoals altijd ook al aangepakt. En we zullen komen naar wat nieuwe technologie, vooral als het gaat om de cat eyes, de glasbollen, die het komend jaar geplaatst zullen worden. We hebben ook nieuwe borden die we gaan introduceren, verkeersborden. Dus dat het gemeenschap die we zullen zien. Helemaal bij mijn aantreden hier hebben we introductie van weer uniform. We hebben de introductie van nu een nieuwe vlag. De introductie van aanpak van de aannemers die nu wel op de vingertjes worden getikt. Verder hebben we de introductie weer van de verhoogde controle op gaten op de wegdek. Verder inspectie van bruggen is ook helemaal toegenomen. We zijn nu bezig, we hebben de Saronbrug opgeleverd de vorige week. We zijn nu bezig met de Koesewijnenbrug. Daarna gaan we naar de Satoebrug en daarna wordt Stolkersijver aangepakt. Daarna de brug bij Groningen-Mongshoek en daarna de Weidenbosbrug. Directeur Geo Noorden van de Wegenautoriteit Suriname. De organisatie heeft vandaag haar jubilarissen gehuldigd. Het gaat om OM-werknemers die hun 10- en 15-jarig jubileum herdenken.